mama van Laura. Echt, hè? Die kinderen ook, die hadden ook zoiets van één gevangen. Ja. Ik heb één gevangen, want dan kan je je schmink kapot eraf halen. Dat is waar. Ik zit hier met Ad Kengen. Ik ben ondersteuningsteam bij Scouting Sint-Joris 5 in Scheveningen. We hebben jullie een gezellig open dag vandaag. Ja. Wat is de bedoeling van deze open dag? De open dag is bedoeld om A, leden te werven, nieuwe leden te werven van de scoutinggroep. En B, om bekendheid te geven aan de wijk dat wij hier bestaan met een scoutinggroep. Nu heb je één vis gevangen, wil je niet nog meer vangen? Wat wil je vangen? Een zwaan of een bootje? Een schildpad. Nou, probeer. Die heeft een haakje. Deze heeft een haakje. Nou, probeer te vangen. Nou, je doet zoveel leuke dingen. Je klimt veel aan bomen. Ja. En je leert meer dingen. Ja, bijvoorbeeld knopen. Ja. Ja, en wat hebben jullie aan al die knopen leren maken? Daarmee kan je een zespoot mee maken of een driepoot. Ja. Of een vlot. Ja, dat kan je ook maken. Kom maar flikken. Mijn naam is Amy. Ik wil heel graag ook dit hier doen. Want ik vind het echt leuk en spannend. Kijk zo hier. En dan doen jullie zo onderdoor. Dat is een halve steek. Met name voor de jeugd van de wijk, dat ze ook een avontuurlijke en spannende, uitdagende activiteit kunnen doen. Sportief, veel buiten, kamperen, sport, pionieren enzovoorts. Ik heet Marie en ik vind dat heel leuk. Ik vind scouts heel leuk en het is heel spannend. En is er nog iets bijzonders wat jullie graag willen leren? Echt op de klimrekken gaan en alles die je kan doen. Ook het knopen maken en zo? Ja. Hebben jullie ook net de wethouder op visite gekregen? Ja. Fijn zeker? Karsten Klein is geweest. We hebben een fonds aangevraagd bij de gemeente om de buitenboel opnieuw te bestraten en op te hogen. Een fors bedrag hebben we begroot. En Karsten Klein en de gemeenteraad heeft besloten om dat bedrag bijna helemaal toe te kennen. Dus daar waren we erg blij mee dat die man gekomen is met de cheque. Ja, wat hebben we nog meer geleerd? Dat je bijvoorbeeld een soort van survivalen koken en meer. Ja. Oh, dus jullie kunnen al een eindje koken en zo. Ja. Ja. En ook al beestjes gegeten? Dat je een kippetje moet klaarmaken of zo? Nee, dat niet. Nee? Kunnen jullie ook al vuur stoken en zo? Ja. Ja, dat leer je ook. Ja. Ja. En moet je ook klussen doen? Ja, vaak. Ja, soms. Bijvoorbeeld opdrachten. Ja. Ja. Speurtocht, weet ik veel. Hij wordt steeds zachter. Een beetje minder. Ja, een beetje minder. Nu ben je ook benoemd tot pannenkoekenbakker vandaag. Hoe is dat om daar dat hele dagje te doen? Geweldig. Geweldige sfeer. Mensen allemaal enthousiast. Ook, ik zie veel nieuwe mensen uit de wijk die hier komen kijken. En ik vind het echt geweldig om dat zo te doen, samen met een beetje pannenkoeken uitdelen. Ik vind het helemaal geweldig. Wat voor opdracht heb je zo al gedaan? Speurtocht. Ja, bijvoorbeeld een spel. En dan zijn er tikkers. En anders ben je af als zij jou tikken, bijvoorbeeld. Vlag erover. Moet je elkaars vlag vinden. Ja. En
Hoe vaak kan je hier als jongere zeg maar terecht? In ieder geval elke zaterdag. We hebben elke zaterdag opkomst. Het ligt aan de verschillende speltakken of het 's morgens of 's middags is. En daarnaast hebben we regelmatig weekenden. Een beetje outdoor weekenden, outdoor activiteiten. En we gaan elk jaar op zomerkamp, een week. En daarnaast hebben we nog wat andere opkomsten, zoals de dodenherdenking, het Oranje Hotel hier in de Gangers van Scheveningen. Andere festiviteiten, dat we met een PR-kraampje staan bij braderieën en dergelijke. En we hebben soms ook opkomsten buiten de wijk, wat grotere opkomsten. Met het grotere pionierwerk en dergelijke, om ook meer bekendheid te geven aan de wijken rondom ons, dat we ook bestaan. De scouting nog bestaat. En nou, een hele gekke vraag, maar zijn jullie nog een ouderwetse traditionele scouting? Dat je echt nog knoopjes leert of je allemaal achter mensen achter de computer? Een combinatie van. We hebben zowel knopen leren, dat zie je achter je met het pionierwerk. En we hebben goed werk, maar we zijn veelzijdig. We zijn niet echt een streng ouderwetse groep. Het is wel zo dat een aantal basisvaardigheden bij scouting die blijven erin zitten. Dat is des scoutings, zeg maar. Maar we gaan natuurlijk wel met de tijd mee en ook de computer hoort erbij, de iPad enzovoorts. Dat zijn allemaal dingen waar niet onder komt en waar de jongen ook mee komen. Dat is hun belevingswereld en daar sluit op aan. Hey. Ja. Hey. Waarvoor zou ik nou lid worden van deze club? Omdat wij een geweldige leuke club zijn met veel activiteiten, een leuke omgang met elkaar. Een groot aantal leden die allemaal leuk met elkaar omgaan. We zijn wat dat betreft een stevige club. Waarin veel aandacht besteed wordt aan buitenactiviteiten. En een beetje ook wel gericht op groei en ontwikkeling van de jongeren. In hun vaardigheden, samenwerking, normen en waarden enzovoorts. Hij moet gewoon een keertje langskomen. Ja. Ik wil in het water. Nee. Kom maar, je speelt. Mama lid is voor een ander kindje. Mandje. Mag een ander kindje? En wat willen jullie nog leren bij deze scoutinggroep allemaal? Een beetje survivalen. Ja. Ja, dat heel graag. Want kunnen jullie ook een beetje eerste hulp en dat soort dingen? Of leren jullie dat dan? Nog niet, alleen ik denk het wel bij de scouts. Mm-hmm. Want wij zijn nu welpen. Mm-hmm. Oh ja, leg eens uit, wat houdt dat welpen in? Want ja, welpen, maar dat weet ik dat wel. Ja, nee. Je hebt bevers, welpen en scouts. Ik heb bijvoorbeeld bambeloch, welpen. Yeah. Welpen is middenin, bevers is als je nog jong bent. Dan komt de welpen en dan komen de scouts. Zijn er nog echt dingen wat jullie heel graag willen doen? Want willen jullie later ook leider worden hier? Ja. Ja, alleen ik iets heel anders. Ja, wat dan? Dat weet ik nog niet. Ik vind de natuur heel mooi. En ik wil heel graag dingen in de natuur doen. Als dieren helpen en alles. Dat vind ik heel leuk. Oh, dus jij wordt dadelijk ook dierendokter? Misschien wel. Ik word arts. Oké, nou is weinig hetzelfde. Nou, veel plezier nog even. Ja. Ja.
Dan zijn er mensen die kijken hiernaar en die denken van, hé, daar wil ik ook lid van worden. Jullie hebben vast een handige website. We hebben inderdaad een hele handige website. Ik kijk even naar de voorzitter. www.seniorisgroep5.nl. Dus nogmaals, www.seniorisgroep5.nl.